Ik zit in het kleine skigebiedje van Puy-Saint-Vincent. Ja, het is echt ongelooflijk hoe goed de condities zijn. In heel Europa en alle kranten en op alle journaals lees je en hoor je dat de condities in de Alpen slecht zouden zijn. Nou, niets is minder waar. De pistes liggen hier hartstikke strak bij. Er ligt duidelijk genoeg sneeuw, meer dan genoeg sneeuw. Er is gewoon geen steen of geen moddervlek te bekennen in geen enkele piste. Tot aan de laagste pistes aan toe is de sneeuw gewoon hartstikke goed. En hoe hoger je komt, hoe zachter de sneeuw wordt en hoe lekkerder het skiën is. Ik sta hier in een van de laatste sleepliftjes van het skigebied van Puy-Saint-Vincent. En ik blijf erbij, de condities zijn hartstikke goed. En ik kan zeker de wanhoop begrijpen van de lokale commercie, van de lokale VVV. Die tegen het dit jaar wijdverbreide idee moeten vechten dat er geen sneeuw zou liggen in de Alpen. Want de condities zijn hier echt hartstikke goed. Er ligt meer dan genoeg sneeuw. En ja, de pistes zijn super strak. Het zijn echt grote racebanen. Dus je kan heerlijk naar beneden carven. En ja, geen kwaad woord over de condities hier.